arms and go. En welkom mensen van Ditsje Gaming en welkom weer bij een gloednieuwe Gran Turismo video hier op de vrijdag. Natuurlijk, we hebben nog geen serie op de vrijdag, die komt er uiteindelijk wel aan. Nog even kijken wat het gaat worden. We zitten vandaag dus op Gran Turismo. Zoals jullie zien hebben we een auto voor ons, de Tesla Model S. Die heb ik zo net gekregen, dus daar gaan we zo ook mee rijden. Ja, ik dacht ik kan hem er beter eventjes voor houden. Ik zal eventjes wat voor jullie gaan doen, want ik heb namelijk mijn gamegeluid nog steeds uitstaan. Aangezien ik gewoon geen zin had om aan te passen. Achtergrondmuziek gaat gewoon mooi uit. Geluidseffecten race worden wel wat minder, want anders hoor ik het heel hard. Top. We gaan er vandaag arcade race doen. Ik ben nou niet zo'n heel groot talent in dit spel. Maakt ook niet zoveel uit. Het gaat er gewoon om dat we het gaan doen. We hebben nog net geen niveau 20. Dus dat is wel weer een beetje jammer. Dan konden we een Nürburgring doen. Maar even kijken hoor. Dit circuit vind ik wel fijn. Mooi in de avond. En dan pakken we onze eigen auto's erbij. En dan zien wij de Tesla Model S hier staan. Het is een GRX. Best bijzonder. En we rijden op. Ja, professioneel kan ik ook. Maar eigenlijk hoor, dit heb ik kans om te winnen. Laten we dat maar gewoon gaan doen. Je hebt kans om 1 à 2 races doen. Ligt er een beetje aan hoe lang de video duurt bij 1 race. Maar ja, mag de pret niet drukken. Ik hou van Tesla's. Het zijn allemaal Model S signatures, performance, dus dat is lekker eerlijk. Och nee, hoor je die lelijke muziek er nog onder? Nee! Zo, ik moet wennen aan deze autogast. Hij ligt totaal niet op dit circuit. Oké, de volgende keer gaat die muziek wel wat zachter. Wacht even hoor, want jullie horen dat waarschijnlijk nog heel hard. En de motorgeluid is er toch niet bij deze auto. Want anders horen jullie mij bijna niet. We gaan in ieder geval de achtervolging achterzetten achter de nummer 10. Want we beginnen het een beetje te leren. Ik moet gewoon niet remmen en sturen tegelijk, dan komt het allemaal goed. Ja, klopt, mijn traction control staat een beetje laag. Ik wil er een beetje mee oefenen. Oh... Dit zijn echt fijne auto's hoor. Ze maken bijna geen geluid. Hier hebben we de slipstream. Komt er een bocht aan? Ja, maar halen we dat nog? Wij zitten ervoor. Maar natuurlijk, in GT gelden andere regels dan in Formule 1. Ik weet zo niet de GT-regels helemaal uit mijn hoofd. Dus zo, die muziek staat echt knettershard. Ik was even vergeten dat tijdens de race ook muziek aanstond. Ik vind het een mooi circuit, waarom? Je komt langs een brug, dat vind ik al geweldig. We zijn nu 2 minuutjes onderweg. En toch begin ik een beetje wanhoop te krijgen dat het niet gaat worden. Maar hier hebben wij slipstream op een heel lang stukje. Ik ga hem daarnaast doen. Ik ga het doen. Nee, ik raak hem bijna kwijt.
Ik moet even ophouden van camera switchen, want daar heb ik echt een tik aan. Mooie move hoor, echt een mooie inhalactie dit. De Tesla's heb ik sowieso wel wat mee, ik vind dat echt vaak mooie auto's. Maar als het een GRX was, dan had ik niet door. Hebben we de slipstream meegepakt, hebben wij hier door die slipstream wat meer speed. Het zal wat zijn als we de twee man kunnen pakken. Hard remmen, dan haal je de bocht nog. Zo, oké. We hebben de plek trouwens wel gewoon verloren. Iets te gretig. Oké, uithuilen en opnieuw beginnen. Hier merk je die slipstream, het verschil. Houden hem ernaast. En dan gaan wij op naar P7. Oké, hier kunnen wij dan weer een move gaan proberen. Om P6 in de wedstrijd. Oh, dit wordt een dubbele move. Dit wordt een dubbele. Ja. Netjes ruimte gegeven en er is een P5. Hier kunnen we het gaan proberen. Iets te gretig naar mij bedurft. Oh, die neemt wel een iets wijdere lijn. Oh, dat wordt een mooie. Dit kan eentje worden. Nee. Daar kwamen we echt soepeltjes doorheen weer. Dat is wel echt weer redelijk netjes. Oké, hier dus er langs. Hier wat remmen. Curbstone. Nee, ik mis de apex. Oké, hier proberen die exit goed te hebben. Die exit is op het begin niet goed. Maar hier merken we de slipstream. Er komt echt elke keer een tiende vanaf. Zo.
Zo, en die rode geeft ons weinig ruimte. Er is weinig ruimte, maar... Komt er dan nog een P3 aan? Ja, 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 ja. P3 in de wedstrijd. Wat een inhaalacties. En dan kunnen we hem er hier weer na zetten. Nee. Denk dat we deze wedstrijd gaan finishen. Als nummer 3. Nee hoor. Want hier is nog een langere stuk die ik helemaal vergeet. En dan kan het zomaar P2 worden. Ja, en daar blijft het ook bij. Nee, 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 nee. Want hij slaat terug. En dan finishen we op P2 met de snelste race ronde. En dat was zeker geen foutloze race. Dat is gewoon een feit. Kijken we even naar de rondestatistieken. Ja, zien wij dat wij een duidelijke lijn hebben. Wij komen heel snel en in ronde nummer 2 lijkt het erop dat wij een beetje een vaste lijn aanhouden. Het is een beetje jammer hoe het is gelopen. Nou ja, mensen, ik hoop in ieder geval wel dat jullie hebben genoten. Want ik vond het weer een keer leuk om Gran Turismo op te nemen. Dat is natuurlijk alweer een tijdje geleden op dit YouTube-kanaal. En even wachten hoor. Het is gewoon jammer hoe het is gelopen. Ik bedoel, van, het is geen P1. Dat is een beetje jammer. Maar voor de rest... Het was leuk. En ik hoop dat jullie het ook hebben genoten. Zo ja, druk op dat duimpje omhoog. En ja, dan zien wij jullie later bij de volgende video. Later mensen.